of wat dan ook. En daar moet je wel tegen kunnen. En daar moet je dan wel wat... En Jesse heeft daar geen zin meer in. Ik zie het gewoon in alle zaken. Dat is ook een van de redenen van Jordi. Hij wil dat niet, want omdat je dan weer discussies aan het voeren bent. Mm-hmm. Dat is eigenlijk... Vanochtend zat ik naar die begroting te kijken van het evenement. En dan worden gewoon weer geen dingen van afgeschreven. Ik ben het bijvoorbeeld ook nog steeds niet eens met dat al die tenten op de markt zijn, zijn afgeschreven. Ben ik het niet mee eens. Het is prima zoals het nu gegaan is. En tuurlijk voor beeld is. Maar het gaat er wel om. Weet je wel, er is nu 5.500 euro. Net geen 5.500, net iets meer. 5.500 winst aan het evenement. Maar nee, maar die tenten moeten eigenlijk ook op de markt gezet worden. Wat? Op markt en op evenement moeten die tenten gezet worden. Die moeten gewoon gesplitst worden. Ja, is dus niet gesplitst. Oké. Er is 100 nog wat euro, omdat dat voor die langere dagen. Maar er is dus... Er is dus 1200 euro van de markt afgegaan voor die tenten. Terwijl dat normaal, anders hadden we die keuze dan. Ja, maar die tenten hadden er voor de markt moeten komen. Maar dat is niet realistisch. Poncho's zijn niet van dit evenement afgehaald. Zij zijn er nog een aantal andere dingen. Zijn er niet van het evenement afgehaald. Er zijn extra poncho's besteld voor dit evenement. Ja, zijn niet van dit evenement afgehaald. Mm. Dus weet je, weer de winst klopt gewoon van een aantal dingen niet. En dan zegt hij, ja, haal alles maar van dit evenement over. Maar hij weet donders goed, want als er maar 3.000, 4.000 euro aan winst op het evenement staat, heb je minder succes. En dan, 5 is het niet. Ja, en nu is het 5. Maar bij Shelly, haar evenement, filmevenement, werd het aan pollies die wij op een papiertje plakten, werden van dat evenement afgehaald om haar in de zij te zetten dat ze geen winst op haar evenement had gedraaid. En dat zijn oneerlijke dingen in het hele gebeuren. Oh, maar dan ga ik morgen wel even met hem over hebben anders. Dat is het of niet, nee, want ik heb het al. Ik heb die discussie met Jesse er al over gevoerd. En niet het feit dat ik nu dat Shelly haar evenement, maar hij weet donders goed waar het verder om gaat. Dat maakt niet uit. Maar dat zijn gewoon dingen die gewoon in het hele financiële plaatje gewoon niet kloppen. Nee. En ook. Kijk, heeft het wel. Die film heeft dan heel veel geld gekost. Ja, kijk. En het heeft geld gekost, maar ook een aantal dingen. Er zijn ook fouten gemaakt, zoals een rode loper die op het laatste moment nog moet komen en dat soort dingen. Er zitten echt wel een aantal hiaten zitten daar zeker wel in. Mm-hmm. Maar ja, laat maar. Net zoals de Trouble in Paradise, mensen ook nog steeds denken dat daar winst is gedraaid. Is geen flikker winst gedraaid. Daar is verlies op dat hele feest gedraaid. Volgens mij ook. Ja, maar ik was er toen nog niet. Dus. Dat was. Ja, denk ik ook wel. Ja. En dan kan je zeggen, ja oké, maar dan heb je bekers begroot waar dan heel veel andere evenementen profijt van hadden gehad. Dan hadden we nooit met zulke dure bekers gewerkt. Nee. Dus weet je, dat zijn allemaal van dat soort dingen weer van hoe of wat. En bij dit evenement zijn ook een aantal dingen, daar hebben we mazzeltjes mee gehad. Maar er waren een heleboel dingen niet realistisch. Nee, en die munten. Dat was belachelijk bij Trouble in Paradise. Die breekmunten bedoel je? Ja, met Trouble in Paradise erop. Had gewoon Utopia moeten zijn. Maar ja, ik wil nu Hollandse avond gaan organiseren. Hollandse middag, zondagmiddag, met Merel. En dan ga ik hem wel heel goed in de begroting, maar daar wil ik jou bij betrekken als het kan. Vind je dat leuk? Wat? Als we... Bij een begroting? Ja, begrotingen. En ja, gewoon. Bij het hele evenement. Ja. Vind ik dat wel leuk. Ja? Maar zoals ik bemoei me bijna met elk evenement. Ja. Ja. Maar ook een goede begroting, maar... En Geemke kwam gisteren ook alweer naar me toe over die Hollandse avond. Ja, ga je het nog doen? Ga je het nog doen? Ik zeg, ja, ik wil het echt graag doen. Hij zegt, ja, kan je echt helpen met artiesten en dingen regelen en vind ik leuk en... Ik wil echt dat het een hele knusse, huiselijke sfeer wordt, zeg maar. Maar wel waarschijnlijk... Ga je op de datum doen van het feest van Sherry? Dat kan je echt niet maken. Nou, we moeten overleggen met Shelly eventueel. Want heel eerlijk denk ik wel dat je op een... Als je een dance event doet zonder grote artiesten... Ik denk dat het hele evenement niet echt iets is. Maar je kan niet maken dat zij waar zij een vergunning voor aangevraagd heeft... Dat je een ratsboom... Nee, maar ik kan overleggen met haar. Ja. Maar ik denk niet dat ze het doet. Maar... Of we moeten hem nog daarvoor eentje krijgen. Maar dat zou krap worden, denk ik. Ik denk dat je gewoon ook daarna nog wel kan aanvragen. Ja? Ja, ik zou gewoon proberen. Ja. Ik zeg gewoon dat je het evenement, ik weet niet voor hoeveel man je wil organiseren. 500 of zo. De 1000 is niet realistisch. Dat zag je nu vind ik al ook niet. En ik vind sowieso,
500 weet ik ook niet, want wil je iets met een hele grote tent gaan doen? Wordt steeds kouder en kouder. Ja, wel, we moeten wel met een tent gaan doen, ja. 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 Dus dan moet je alles in. Netjes hier, hè? Ja.